is tijd voor onze wekelijkse stellingen. En deze week doen we die samen met Rody de Boer. Rody, jij bent keeper van Telstar. Gaat lekker, of niet? Ja, zeker, zeker. We staan vierde, dus het is top. Op voor een periodetitel of een eindkampioenschap, promotie? Ja, we gaan sowieso. We zijn goed begonnen deze periode en wie weet, misschien voor het kampioenschap nog. Jij bent de eerste in onze serie van de stellingen. Vind je het spannend? Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, weet je wat je kan verwachten? Of, Nee, helemaal niet. Daarom juist, ben ik zenuwachtig. Nou, laten we maar snel gaan beginnen. Stelling 1. Ik ga liever naar Watford dan naar ADO. Ja, ik zou liever naar Watford gaan. Ja. Mike Snoei is de beste trainer die ik ooit heb gehad. Nee, ik heb heel weinig trainers nog maar gehad, dus ja, ik tot nu toe wel. Ik ben de beste keeper van mijn generatie. Ik zit wel bij het Nederlands zelf de onder 20, dus dat zeggen we wel. Maar ja, of ik mezelf de beste ga noemen, ja. Nee, dus. Twijfel. Nee. Geen escape. Ja of nee? Ja. Zelfverzekerd. Ik pak liever in de 90ste minuut een penalty voor een punt, dan dat ik niks te doen heb en 3 punten pak. Dan zou ik toch wel gaan voor die 3 punten. Ja, ze zeggen altijd... Niet voor een punt? Ja, maar 3 punten is beter, hè? Ja, maar je bent wel de held, hè, als je een punt pakt. Ja, maar ja, aan de andere kant, als je niks te doen krijgt, dan heb je het voor je ook weer goed neergezet, weet je. Dan heb je ook weer best wel wat goed gedaan. Heb jij dat dan gedaan als keeper? Onder andere. Bij ADO heb ik nooit een echte kans gekregen. Ja. Ja, is, ja. Ik heb nooit echt een echte kans gekregen. Is er iets wat je verder wilt toelichten in alle stellingen die ik heb gegeven? Over die laatste, ja. Ik heb in de voorbereiding 1 wedstrijdje mogen keepen, maar het was gewoon al duidelijk dat de nieuwe keeper Setko zou gaan spelen, zeg maar. Dus dat was vervelend. Het viel nog best mee, hè, die stelling. Ja, veel mee. Ja, sommige waren wel lastig. Het kan erger. Wie zouden wij nu nog moeten uitdagen voor deze stellingen? Dat is wel lastig. Dit is de moeilijkste vraag. Ja, dit is nog de moeilijkste gewoon. Iemand van de Super League. Gustavo Hamer van Dordrecht. Je hebt het gehoord, Gustavo. Volgende week komen we jou opzoeken. Dit waren de stellingen met Rody de Boer. Rody, wil jij nog wat zeggen tegen de kijkers? Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. En ik hoop dat Gustavo het volgende week ook net zo moeilijk krijgt. Zijn benieuwd. Tot volgende week. Tot volgende week.